Pri. Ja. Wie was dat? Melanie. Ja, Melanie. Ja, Dennis, met Melanie. Moet je, ja, moet je eens even heel goed luisteren. Jij en die dikke maat van je. die jouw compagnon. We waren het leven allemaal niet zeker en het ging maar los. En ze was woest en ze kwam ons opzoeken. Maar Melanie heeft jou opgebeld. Ja. Om ons met de dood te bedreigen. Ja. Ze was woest en helemaal gek en afijn. Toen heb ik tegen Melanie gezegd, wat is nou beter? Dan je kunt wel over elkaar praten, maar wij zijn een verbindende partij. Zeker. Kom bij ons zitten, dan praten we met elkaar. Nou, ik weet niet of dat dikke wijf ertussen past, maar daar maken we ruimte voor. Want ook obese mensen hebben rechten. Precies. En Melanie ging nadenken over het verzoek. Mm-hmm. Het werd Melanie te veel en toen heeft haar partner gereageerd. De nieuwe vriend van Suikerbuikie. Ja. Ik ben benieuwd. Gaat hij me ook met de dood bedreigen of niet? Nee, zij gaan het heel anders doen. Oh. Beste Dennis Schouten en Jan Roos. We hebben over de uitnodiging nagedacht. We gaan het niet doen. We laten gewoon onze advocaat het werk verder doen. Daar hoor je later meer over. Maar nogmaals eventjes één ding. Je zei gisteren aan de telefoon, satirisch is dit. Ja. Om mensen af te zeiken. Satirisch noem je dat. En het hoort bij bekend zijn. Klopt. Nou, Melanie voor, wat zeg ik weer? Dik nog wat? Niet belangrijk. En leuk kinderen. Over de rug. Oh ja, dik wijf zei die, hè? Het is trouwens vrouw, hè, jongen. Als het al een dik is. Rubens, mevrouw, hè? Dat klinkt veel netter, hè? Dat zou je echt verwachten van iemand zo'n opleiding, hè? Ja. Maar dan zo ordinair zeggen, dik wijf. En ook nog over hun rug. Bekend willen te worden. Nou, het is volgens mij gelukt. 10.000 followers hebben we erbij. Ben je daar trots op? Om dik wijf te mogen zeggen. En lelijke kinderen. Weet je waar ik trots op ben? Dat ik bij deze dikke mevrouw hoor. Of bij deze knappe kinderen. Weet je wat leuk is? Als ze met hun op het pad bent, hè? Ben dus op de foto met hun. Weet je waarom? Ze zijn gewoon zichzelf. Hoeven niet over de rug van een ander bekend te worden. De advocaat is ermee bezig. En karma is een bitch. Geloof me. Mijn naam is Roosje Kremer en ik hoor bij deze familie. Gaan jullie goed? Roosje Kremer. ik moet eerlijk zeggen, ik ben vaak bang geweest in mijn leven, maar nog nooit zo bang. Ja, het is toch verschrikkelijk, want karma is inderdaad een bitch. De vraag is alleen, ik hoop dat ze rechtsbijstandverzekering hebben, want de advocaat kunnen ze niet betalen. Dat zie je, nee, maar dan zie je aan de krakkemikkige premia-woningje van ze. Maar waar het om gaat is, wat gaat de advocaat dan doen, Roosje Kremer? Weet je? Ja, Roosje Kremer. Wat gaat de advocaat dan doen? Welke wet hebben we overtreden? De wet wat verbiedt dat je lelijke dikke wijven lelijk en dik noemt. Die bestaat er niet. Of misschien wel de wet dat je lelijke kinderen lelijk noemt. Die bestaat ook niet. Dit is welke wet? En dit is satire. En dit is humor. En dan mag je alles zeggen wat je wil. Bijna alles. Maar goed, ik denk dat we eerder omgelegd worden dan dat een rechter hier zich over gaat buigen. Ja? Ja, dat lijkt me wel vervelend. Dat is wel grappig, want hij zei dus, want dit is een Rubens vrouw. Nou, dat is de Rubense vrouw niet meer. Nee. Begrijp je? Nee, die begrijp je niet, denk ik. Nee. Weet je wat een Rubens vrouw is? Nee. Wat is dat dan? Ken je de schilder Rubens? Nee. Ja, natuurlijk, dat is van vroeger, denk ik. Ja, van vroeger, dat klopt. Die schilderde graag dikke wijven. Die had ook graag maar Melanie geschilderd. Dus als je dus een dik wijf hebt, kan je de moeder tegen je wijf zeggen, goh, wat ben je dik? Dan zeg je, ik vind jou een prachtige Rubensvrouw. Wat precies betekent dat gewoon een dik wijf is. Mooi, hè? Enfin, dat was in die periode dat dikke vrouwen modieus waren. En dat is op dit moment niet het geval. Goed, daar gaat het even niet over. Waar was ik nou mee bezig? Mijn excuses aanbieden. Je wou je richten tot Melanie. Melanie, het spijt me verschrikkelijk. Ik hoop echt dat we de gang naar de rechtbank kunnen versnellen. Door nog één keer te zeggen dat je een verschrikkelijk lelijk dik wijf bent. Ja, maar kom op, hé. Trek het je allemaal niet zo aan, zeg. Correleren. Je vent je hele leven uit op internet. En als dan iemand een nare opmerking maakt, dan ga je met advocaten schermen. Ga je iemand met de dood bedreigen. En dit soort filmpjes opsturen. Het is een beetje van een triestigheid, hoor. Godskanonen. Als je ook dat huis ziet, die keuken die aansluit bij de woonkamer en zo. Ja. Een heel klein flatje waar ze met z'n vieren wonen. Ja, misschien zijn het wel buren van je. Godverdomme, is een rukbunker als hier, man.